De baan is vrij en het mag worden ingereden. Klein buitje. Langer natuurlijk. En kijk, hoe meer jij voor je ploegmaat doet, hoe slechter jij wordt natuurlijk. Ah, heel EWR. We hebben 48 mannen aan het vertrek. Met onder meer Bob de Vries. Hier de OK Fashion and Jeans mannen. Ja, dat is ook wel een mooi stelsel bij elkaar, hè? Ja, kijk, Peter die weet heel goed sfeer in een ploeg te creëren. En kijk, als je je goed voelt in een ploeg, dan... Ik zeg niet dat de prestaties vanzelf komen, maar ik denk dat wel het heel belangrijk is. Ja, je ziet allemaal mannen met wie je hebt gereden. Bertjan bijna, van de ja. Ik zie een heel rijtje staan, ja. Bertjan van de Veen, ja. Peter Vries. En jij staat ook op het ijs, hè? Ja, ja. En bij de dames. Ja, bij die dames wordt die ex-rijers ook steeds langer, hoor. En grote namen ook. Ik denk dat dat heel gezond is. Ik denk dat dat heel goed is. Ja. Je bent zelf bij de Van de Mastermind formatie. Ja, klopt. Met Chantal Hendricks, die we net heel actief zagen. Ja. Ja, die... Die heeft net als Jouke, denk ik, de focus echt op het natuurreis liggen. Wat ze op kunstreis doet, is allemaal meegenomen. Ik zeg niet dat ze als een kip zonder kop rijdt, maar ze doet het toch wel een klein beetje meer voor training. Daarom gooit ze zo met de krachten dan tactisch. En ik denk dat we daar nog op de wijze zijn en in Zweden toch wel een hoop lol aan gaan beleven. Ja, misschien wel in Nederland nog. Nou, moet het wel heel snel omslaan. David Post, de onderburgemeester van Ankeveen, loopt hier rond en die zei van nou, over 2 weken kunnen we misschien wel schaatsen. Ja, ja, die verhalen horen we al zo lang natuurlijk. Ja, het zou mooi zijn. Hier de OR-Quest formatie. Die hadden vorige week wel een hele bijzondere actie. Hè? Dat Mats Stoltenborg had 50 meter voorsprong op het peloton. En toen liet Ron Nijman al zijn mannen al zakken om de ronde te pakken. En dat lukt ook. Dat is mooi. Als het niet lukt, dan slaap je slecht. Ja, maar ik vind het ook tonen van lef. Ik bedoel, het is wel de wedstrijd maken. Want ga je met z'n allen naar de finish toe, dan weet je dat deze formatie die hier in beeld staat, met de AB Vakwerk en AB Online, dat je eigenlijk een beetje kansloos bent. Ja. Dus er moet een nieuwe tactiek bedacht worden. Ja. Trouwens ook wel grappig om te zien. Vooraf was Kerry Hekman was hier op tijd. En er was nog een training van allemaal verenigingen met pupillen. En die wilden toch allemaal, en ook de moeders, met Kerry op de foto. Nou, dat is mooi. Ja. Ja, nou ja, maar goed, voor marathonschaatsen is het natuurlijk wel mooi dat je herkend wordt. Ja, en, natuurlijk is hij natuurlijk wel, hij is natuurlijk wel markant. Ja. Daar kun je alles over zeggen. En dat is natuurlijk heel goed. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Jouke is natuurlijk ook een markant figuur en daarom word je er ook uitgepikt.
natuurlijk ook door rijden, maar... Ja, hij werd wel Nederlands kampioen. Ja. Kijk, en dan kun je een hele mooie wedstrijd rijden en niet winnen. Of ja, maar het zat eraan te komen. Hè. Dat, bedoel, als je hem had moeten tippen, dan was het natuurlijk gewoon die wedstrijd. Want je zag tijdens die vierdaagse dat hij ook gewoon top was. Ja, dan won die 3 wedstrijden. Ja. Nou, jij bent ook Nederlands kampioen geweest. Is dat dan anders wanneer je het rood-wit-blauw pak krijgt? Is dat, nee. Je hebt het wel door. Je bent er wel trots op. En het voelt ook lekker. Ja, bij jou was het heel raar, want jij kreeg de allerlaatste wedstrijd pas het pak. Hè? Dat was ook meteen de afsluiting van het seizoen. De allerlaatste wedstrijd van het seizoen was het NK. Dus het seizoen erop mocht ik pas in mijn rood-wit-blauw pak rijden. En dan is het natuurlijk heel zenuwachtig weer dan. Want na de zomer ben je dan nog in vorm in de rood-wit-blauw pak. En je ging naar een andere ploeg. Ja, maar gelukkig kwam dat allemaal goed. Ja. Hier is het, de man in het oranje. Bart Holwerf aan de leiding is... Vanaf de tweede wedstrijd al dit seizoen rijdt hij in dat pak. En heeft inmiddels ook al een kleine 50 punten voorsprong. Dus waarschijnlijk gaat hij dat ook niet meer weggeven. En dat is ook natuurlijk mooi, hè? Jongen rijdt ook in het witte pak. En dan vanaf de tweede wedstrijd zo dominant hier aanwezig. Bij de mannen lijkt het beslist. Of zie je nog verrassingen? Nee, dat blijft zo. Hij had natuurlijk wel geluk dat zijn rode kaart dan ook werd ingetrokken. Want anders had hij wel heel veel punten. Ja, maar ik heb begrepen dat de meeste rode kaarten werden ingetrokken. Nee, niet helemaal. Die van Bart is ingetrokken. En van de jongens van Bouw Select, die kregen er 2. Tenminste 2 rijders. Die is wel blijven staan, maar ze hebben geen straf meer gekregen. Okay. Dus een meer voel je niet meer doen kaart. Oh, ja. Dat zal hem leren. Ja. Ja, zoiets, ja. Nou ja, het is ook lastig. Het is ook lastig. Ja. Het is lastig om te zien. Mannen, natuurlijk, je weet het zelf. Ja, er gebeurde veel. Ja. Terwijl Judy Kloos is de man die de opening dans aan het leiden is. Dus ik vroeg me af, Judy. Laatste wedstrijd. Iedereen heeft het erover. Het is echt heel raar. Iedereen vertrekt of vanavond, of vannacht, of morgen. Zo'n wedstrijd, hoe wordt het dan, is het dan mogelijk om je focus goed te houden? Want iedereen heeft het maar over de wijze zee. Nee, ik denk dat heel eenvoudig is. Je trekt je pak aan en je hebt je nummer op. En je gaat gewoon je wedstrijd draaien. Je bereidt je net zo voor als anders. Ik bedoel, het is heel vaak geweest hoor. Dat je naar een waar je heel vaak in Gleen. Ja. Was je al halverwege. Ja, en dan ging je door naar de wijze zee toe. Ja, hij is nu Bouw Select. Ja. Vakwerk. Ploeg, die hebben we inderdaad al met Mark Brugging, de tot dit moment regerende Nederlands kampioen, de open Nederlands kampioen. Waar de titel trouwens. Maar goed, is nog nooit gewonnen door een wel. Ja, ik twijfel even. Tristan Lois. Ja, Tristan. Nee, ja. Nou ja. Wacht even. Goed, even hier overleg. Bij de commentaarpositie. We kijken wel. Owe Quest, ook de mannen die zich melden. Ja, oké, okay, Fashion and Jean. Ja, het lijkt erop dat iedereen inderdaad, wat jij al terecht zei, die focus meteen heeft. Ja, tuurlijk. Kijk, misschien ben je ervoor wel even bezig met een ander tasje klaarzetten of zo. Of ja. Je fiets moet even schoon blijven vandaag. Maar ik denk op het moment dat jij aan het inlopen gaat en je gaat inrijden en je startschot is geweest, dat je dan gewoon aan het koers bent. Ja, deze man is weer terug naar een schorsing van 2 wedstrijden. Willem Holwerf. Samen met Luc ter Haar. Ik kreeg eerst een schorsing van de ploeg. Omdat hij een handeling had gedaan die men vond dat niet kon. Een schorsing van de ploeg? Ja. En toen zei de KNSB, dan krijg je er ook eentje van ons. Dus dan had hij eigenlijk 2 wedstrijden schorsing. En anders had hij er waarschijnlijk 2 van de KNSB gehad. Maar Luc ter Haar. In zijn eentje. Eenmansploeg geworden. Remco Schouten, zijn ploeggenoot van AB Online. Is inmiddels weer aan het fietsen. Hij heeft een profcontract bij Vlasman. Heb jij nog voor geschaatst? Vlasman, ja. Richard Vlasman. Marcel van Haam gaat stoppen, begreep ik van hem. Alweer? Ja. Ik geloof het echt niet meer. Nee? Oh. Nee, ik heb al 4 keer zijn afscheid aangekondigd en... Nou, ik... Het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Zou kunnen. Net zei hij het nog.
dan denk ik dat het toch wel heel reëel is. Kooijman. Erik-Jan Kooijman. Nou, die won ook al 2 wedstrijden dit seizoen. Ja, die floreerde echt in deze ploeg. Ik denk dat dit ook meer een ploeg voor hem is. Ja, hij noemt het ook weer, ik ben nu weer marathonschaats. Ja, precies. De focus van OK Fashion is gewoon marathonschaatsen. En dat scheelt heel veel in je hoofd, hoor. En het bijzondere is dat Crispijn Adiens juist heel goed op de lange baan was. Ja. Hij deed 2 hele goede persoonlijke records op de 5 en de 10 kilometer. Maar het zijn wel mannen inderdaad die veel samen reizen, trainen. Ja. Kevin Hoekstra, Erik-Jan Kooijman. Ja. Dat is een gratis tip. Kevin Hoekstra, die moet u eens volgen op social media. Die jongen die maakt allerlei leuke filmpjes van uit de ploeg van Bouwselet. Maar niet alleen uit de ploeg, hij vliegt tegenwoordig ook met een drone. Oh. Geef wel mooie beelden. Nou, nu is het 4 man aan de leiding. 2 man Bouwselet, OK Fashion Jeans en AB Vakwerk. Geef staan. Kevin Hoekstra, Erik-Jan Kooijman, Evert Holwerf, Casper de Gier. Ja, en het wordt ingereden. Ja, dan is het Royal EWR op kop. Die hier het nog niet mee eens is. Nou, we zitten ook nog wel erg vroeg in de koers. Ja, maar we hebben ook al een wedstrijd gehad dat bij de eerste 25 rondes al een ronde werd gepakt. Ja. Het is een heel raar seizoen wat dat dan gaat. Het is toch weer droog geworden. Ja, voor de mensen die zich daar zorgen over maakten. Dus ik denk dat we straks wel weer hoogpolig wit ijs krijgen. Ja, want dat is wel in Amsterdam, hè. Je schaatst die zelf al... Ja, heel lang, ja. Nou, niet vanuit de oprichting, want dat was in 1963, maar al wel heel lang. Toch alweer meer dan 40 jaar. Maar dat kan heel erg, hè? In zo'n wedstrijd... Ja, het is hier elke dag anders, joh. Maar dat maakt het ook wel weer apart. Kerry Hekman meldt zich voorin. Ik sprak maar even voor de wedstrijd. Heb je zo'n mooie rood-wit-blauw pak en heb je zo'n groen broekje eraan gemaakt. Ja. Ja, toch de clubkleuren. Ja, maar, of de, ja, clubkleuren, okay. De sponsorkleuren van AB Vakwerk natuurlijk erin verwerkt. Ja, dat was het voordeel van de postman. Robert Post. Ja, en die pakte vorig jaar 3 overwinningen. Ja. En die zitten dit seizoen niet altijd meer bij. Nee, nou ja, dat kan natuurlijk weer gebeuren. Misschien rijdt hij de volgende keer volgend jaar wel weer 3. Ja. En je kan ook heel goed zijn en niks winnen. Hoe frustrerend is dat dan? Ja, dat is frustrerend. Tot dan schaatsen gooien toe? Nee, zonder. Ja, nee, heb jij een vader die alles kan maken je op weet, schaatsgebied? Dat weet je als je eraan begint. Je moet natuurlijk altijd van start gaan met de wetenschap dat je kan winnen. Ja, Leeuwendeel win je niet. Nee. Punt. En er zijn nog in dit geval 48 andere mannen die het ook willen. Ja. Wat ik nog steeds erg weinig vind. Hè? Ja, met Post, Badaan Besteman, Luc ter Haar en Frank Vreugdehil. Die echt ook in vorm is. Danny Stam meldt zich voorin. Axel Koopman. Ronald Haasjes. Danny Stam die trouwens... Echt bijna de exacte techniek heeft van zijn vader. Ja, heel gek om te zien. Als hij ook zoveel gaat winnen. Ja. Is wel een man waar rekening mee wordt gehouden, hè? Zeker op natuurreis. Is hij is nog jong, hè? Dus ja. Er kan nog van alles gebeuren, joh. Overstap gemaakt. Een beetje een moeilijke start gehad. In het jongen in een formatie. Want hij treedt natuurlijk onder de... In het Adema-formatie. Met toch wat... Mannen die in een sociaal andere fase van hun leven zitten. Papa's, noem maar op. Ja. Maar de keer uit een hoofd erop pakken. Ja, zeker van die formatie, met Stroetinga. Dat ik zeggen. Dat zijn Jorrit Bergsma. Als je daarmee mag trainen, dan kun je alleen maar beter worden. Denk ik. Met Marco van der Tuin, Mats Stoltenborg, Ronald Kruijer, Simon Borsen. Ook bijna een thuiswedstrijd voor hem. Christoffel Hendricks, Port of Amsterdam. Nou is de haven van Amsterdam hier vanaf de Jaap Edebaan nog best wel een stukje rijden. Ja, helemaal in de spits. Ja. Oké, we zien weer aanval van AB Vakwerk. Reactie.
van de post. Dan zijn we toch bijna de eerste 25 ronden. Juri, ik vond het wel interessant. Jij zei net dat je het peloton te klein vond. Ja, nou ja, ik vind het een klein peloton. De topdivisie is natuurlijk de enige peloton wat zo klein is. Drie andere categorieën zijn gewoon groot. Ja. Ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om daar wat aan toe te voegen. Wat zou jij een mooi aantal vinden? Nou ja, ik denk dat... kijk, meer dan 100 is natuurlijk... 80, 75, 80 man. Ik denk dat dat heel normaal is. En zou je 80 man kunnen vinden die dit niveau aan kunnen? Terwijl Ariens op kop weer sleurt? Nee, maar dat is dan juist weer niet zo erg. Dat er een paar bij zijn die minder zijn. Ik denk dat je daardoor wat interessantere wedstrijden krijgt. Het is natuurlijk helemaal niet zo erg om als publiek zijn om te zien dat ze het achterin slecht hebben. Dat is natuurlijk best wel, dat heeft wel iets. Ja, dat is ooit een bekend wielrenner. Hè? De overwinning is zo groot als het lijden van de laatste. Terwijl Sjoerd de Hertog denkt van, die staat tweede in het klassement. Wat hij 2 jaar op rij heeft gewonnen. Maar gewoon op 50 punten van Bart Holwerf. Dat is een heel. Dan moet je heel wat rondjes pakken. Ja, maar goed, kijk, je hebt het Kelly Sluiters in het geval. Deze voorsprong weg, hè? Ja. Sjoerd Hertog, Bob de Vries, Johan Knol. Bob de Vries heb jij ook nog meegereden? Ja, heel lang. Bob rijdt al heel erg lang. 17 jaar aanrijden. Ja, niet nog langer. Volgens mij was hij er in 2000. Rudiga is de langst rijder in de topdivisie. Dan wel aanrijden. Dat zou wel eens kunnen. En dan Bob de Vries en Ingmar Berga. Ingmar Berga, die hier op deze baan ook Nederlands kampioen werd. Een heel bijzonder NK was dat toen. Nat NK. Heel erg nat. Heel erg nat. Ja, hier de mannen die licht vooruit zijn. En de man die gaat stoppen volgend jaar dan. Marcel van Ham. En dat zeg ik met heel veel respect, hè, want hij is een hele goede rijder. Maar ik geloof hem pas als hij zijn schaatsen. Met voetbal zeggen ze als de Duitsers in de bus zitten. Maar dat als Marcel van Ham naar huis rijdt. Wel een gemis. Mooi atleet. Werkt ook in de sport. Frankie Vreugdeheel. Winnaar van het laatste natuurlijk klassement. Ja, dat wordt in Oostenrijk ook een gevaarlijke man dit. Ja, won de 200 natuurlijk. Ja. Ik heb hem een paar keer mogen spreken dit jaar in interview. En zijn oogjes gaan altijd glimmen als je het over natuurreis hebt. Ja. Wat maakt nou iemand een natuurreisrijder? Wat iemand een natuurreisrijder maakt is, denk ik, ervaring op natuurreis. En... Je moet er echt van houden, denk ik. En dat kan ook ontstaan, hoor. Want in het begin had ik ook een bloedhekel aan. Dat is bij mij echt gegroeid door de jaren. Maar zoals Frank, die maakte zijn debuut eigenlijk in mijn ploeg. En je zag meteen al dat hij daar heel goed op uit de voeten kon. Ja, en ik ken ook ploeggenoten van jou die er helemaal niet uit... Frans Rom. Ja. Ja. Ja, die had echt in elke scheur stond zijn naam zo'n beetje. Ja, en toen ging het een keer goed en toen stond er een houten paaltje waar hij tegen viel. Ja. Nou, nog steeds. De mannen van Oude Quest die nu snelheid maken. Ja, Jessica Merkers, de rijdster uit het Damespeloton, ook journalist, die heeft een podcast over de Elfstedentocht. Ik zeg, nou, dan moet je in het verhaal van Frans de Ronde, 97. Dat is een heel apart verhaal. Ik zeg, dat zijn... Dan trek je luisteraars, want dan lig je van begin tot het eind in een deuk. En dan moet je er ook nog bij zeggen dat het ook allemaal nog waar is ook. Ja, goed. Want het klinkt natuurlijk wel een sterk verhaal. Nee. Is het Mats Stoltenborg, de man die vorige week de aanval koos en eigenlijk de kopgroep toen op gang trok met Sjoerd en Hertog en Kerry Hekman. Ja. En ook nog erbij Jouke Hoogeveen. Die valt altijd aan. Hè? Ik vind Mats, want net werd iemand genoemd de man van de lange adem. Ik vind Mats Stoltenburg de man van de lange adem. Ja? Ja, waarom? Ik, ja, hij valt altijd aan. Hij blijft maar gaan.
Die jongen die demareert. Ik denk als je het aantal demarages moet noteren per wedstrijd, staat hij gewoon met stip bovenaan, weet ik zeker. Vroeger had je de, Dick van Gangelen trofee. Ja, de zelfmoordtrofee. Ja, zoveel mogelijk aanvallen. Maar Mats zou er zeker voor een aanmerking komen. Ja, die zou op één staan. Kerry Hekman aan de leiding. 99 ronden. Je ziet bij Mats altijd de teleurstelling in een kopgroep als hij niet doorgereden wordt. Hè? En dat is zo herkenbaar. Ja, is het nu ook weer Bart Holwerf die toch ook wel weer alert rijdt. Mats rijdt vanaf de eerste wedstrijd in het witte pak. De tweede wedstrijd pakt hij het oranje pak. En ik denk dat je dan wel kunt zeggen dat je een behoorlijke meneer bent. Als je, ja, en al heel vroeg, hè? En heel vroeg. En al wedstrijden pakken. Maar hij won natuurlijk ook zijn wedstrijden dit jaar. De mooiste was zijn eigen wedstrijd. De Holwerf Marathon in Utrecht. Ja. Dat moet je wel, hè? Dan moet je wel. Ja, dan moet je wel. Maar toen waren er ook rijders die zeiden, we hopen niet dat Holwerf het hele competitie gaat sponsoren. Nee. Want dan winnen ze alles. Op dat moment niet. Erik-Jan Kooijman is de man aan de leiding die aan het versnellen gaat. En dan is het alle hens aan dek. Er zijn vier man die langzaam wegkruipen met Luc ten Haar erbij. Mart Brugging en Frank Vreugdeel. Nou, het peloton is 100 meter lang nu. Ja, het is één groot lint. Zien we ergens rondetijden? Ja hoor. De laatste ronde was 29,5. Dan praat je toch over snelle rondes. De snelste ronde is trouwens 27,5. Jeroen Janissen. Dat is ook best wel hard. Er is een gat. Er is een gat. Maar ja, nogmaals. Het zijn allemaal mannen die op 2,5 seconden. Dat is ook niet helemaal fair. Want dat wordt gemeten bij de eerste rijder die over de streep komt. Hoekstra daar. Was van de week aan het trainen. Dat was opvallend. Dat AB vakwerk. Die ging eerst fietsen. 3 uur fietsen. Daarna een uur bij Flevo van IJs. En toen weer terug op het fiets. Ja, dan doe je het echt puur voor de wijsjes. En dat zijn goed bezig, denk ik dan. Ja. Pakken veel overwinningen. Ah, het is natuurlijk wel zo dat daar het peloton wel groot is. Hè, want dan mogen de beloftes ook mee starten. Ja. Maar ja, als je als belofte meegaat, er zijn maar weinig die dat echt aankunnen. Ja, er rijdt een handje voor, rijdt uit. En het bijzondere was dat bijvoorbeeld bij het NK, er reden ook een aantal beloftes mee. Maar ja, als je Erwin Mesura bent... Dan kun je niet zeggen dat je nog een belofte bent als je al 200 hebt gereden. Nee. Kies een ander traject. Maar let op hem. Ook op de wijs. Frank Vreugdeheel hier nog steeds meldt zich weer. Andere mannen. Andere kleuren. Een bouw select van Piet Hielkema en Bert-Jan van der Veen. Die laat zich wel erg zien vanavond. Hè? Ja. Mooi hoe die ploeg ook door de jaren heen gegroeid is. Hè? Ja, begon als mannen mag. Ja. Toen reed ze wel mee, maar je zag ze niet echt veel. Nee. Nu zie je ze dus echt wel... Bij die formatie komt trouwens Erwin misschien wel zijn 200 kilometer. Klopt. Naar Danny Stam. Ongelooflijk hoe hij zijn knieën hetzelfde. Hoe hij zijn heup de bocht in de... Ja, het is echt precies vader. En hij heeft een broertje bij de belofte. En heeft zijn arm. Zijn arm doet jou hetzelfde. Een broertje bij de belofte en een broertje bij de C-rijders. En die winnen allebei wedstrijden. Kijk. Komen eraan. Michael Stam. Marcel van Ham ook in dit groepje. Willem Holwerf aan de leiding. Ah, dan breekt het. Ja. Maar ja, wie zit erbij? Ja. En dan zie je dat de twee mannen of ploegen allemaal twee rijders hebben. Behalve AB vakwerk. En OK Fashion Dienst gaat ook rijden. Als een magneet. Klik. Weer gesloten. Ja.
buiten beeld een valpartij. Ja. In de Diemerbocht, zoals hier in Amsterdam gezegd wordt. Nou, hoeft niet te neutraliseren. Nee, Mark Middelkoop. Dat is jammer. Het was een hele vervelende blessure, waardoor hij een aantal wedstrijden miste. En dan ligt hij hier weer in de cursus. En die cursus hebben in het verleden al wel vaker blessures opgeleverd hier. Ja, goed. Ook de ijsman waar de sterkste is opgenomen, de schaatswedstrijd tussen bekende Nederlanders. En Mark Huizinga die gaat door. Die heeft doorgetraind en die gaat rijden op de Wijzerzee. Nou. 100 kilometer. Maar goed, als er iemand door is, dan heeft hij vast wel in de gaten dat 100 kilometer echt ook nog wel verder kan. En als je toch Olympisch goud hebt, dan wil je toch niet stoppen, Bomen? De hele keer wat doorzetters vanaf. Ja. Oei! Onder onsje. Onder onsje. Kijk, alweer goed gemaakt. Ja, sorry. Doe eens lief, hashtag. Ja. Ja, maar soms is het ook, hè. Ongeluk is een ongeluk omdat het een ongeluk is. Het is niet altijd opzet. Je ziet heel snel of het opzet is. En er zijn mannen ook gewoon heel handig in. Hè? Nu gaat er wat gebeuren volgens mij. Met Jeroen Janissen. Ja, Jeroen Janissen. Brak zijn been. Wilde terug zijn rond deze periode en is ook gewoon meteen goed terug. In de oude questformatie. Ariens, altijd goed. Dat is een stabiele factor. Ja, hè? Ja, er zijn natuurlijk veel meer, maar dit is er wel eentje van. En nou, of het nou kunst of natuurreis is, dat maakt niet zoveel uit. Ja, won alles al, hè? Ja. Hij wilde ooit een wedstrijd op de Ressingzee. Met min 27 en windkracht 5. Iets van de meest bizarre omstandigheden ooit mee heb gemaakt. En het grappige was, toen won hij ook als kielerwedstrijd in Staphorst met plus 37 graden. Ja. Ik zeg, heb je in de gaten dat wij met 64 graden verschil elkaar in spreken? Dat is toch 5 graden te koud dan toegestaan, hè? Ja, we waren er toch. We waren er toch. Nee, maar het is wel heel mooi dat dat soort mannen al die wisselende omstandigheden aankunnen. Niet, Ja, ik denk dat je dat tot de marathonrijden maakt. Maar sommigen hebben toch ook echt wel een voorkeur van weer, hè? Ja, voorkeur voor ijs ook. De Kruijer. Toch kun je er geen pijl op trekken. Stort het niet alleen bij ons of is dat iedereen zo nu? Nou, dat weet ik niet. Maar mocht u thuis ook storingen hebben in de beelden, dan hebben we een klein beetje last van atmosferische storing. Maar ze rijden gewoon door. Ja. Het is niet zo dat de schaatsen storten, het ligt in een verbinding. Nee, ik heb wel even naar buiten gekeken. Het is droog nog steeds, dus dat is mooi. Hier is 83 ronden nog en... Meer dan 100 meter voorsprong is er niet geweest. Nee, en dit is wel zo'n momentje, maar ja, je moet me net even kunnen. Niels Overvoorde, belangrijke knecht in die formatie. En dan knecht wel tussen aanhalingstekens natuurlijk, want een jongen met veel potentie. Ingmar meldt zich voorin. Ingmar Berga, de man ook heeft in dienst, nummer 5. Ja, stelde samen met zijn ploeggenoten pakken ter beschikking voor Wijzerzee voor Kids, waar hij ambassadeur voor is. Leuk. Kunt u op Facebook opbieden. En het geld gaat 100% naar het goede doel. Skate for Air, alweer een goede doelorganisatie. Ja. Rijden dinsdag hun 10e versie ook op de Wijzerzee toertocht. En halen geld op voor de stichting Cystic Fibrose. En door het geld wat ze in die 10 jaar hebben opgehaald, is er mogelijke medicijnen al ontwikkeld. Kijk, en dat doe je toch ergens voor. Nou, het is nu even... Dit gebeurt niet vaak. Nee. Nou moet ik wel zeggen, er komt Jouke Hogeveen buitenom. Die heeft op zijn 23e pas schaatsen.
nou ja, pootje over, zoals hij dat zelf zei. Al twijfelen er nog steeds mensen aan als hij dat wel echt geleerd heeft. Maar hij rijdt altijd wel heel hard. En als je inderdaad 10 rondjes gewoon onder die 30 seconden dik kunt rijden. Heeft Mats Stoltenborg weer bij zich. Bart Holwerf daarbij. Sjoerd en Hertog daarbij. En eigenlijk het hele peloton heeft hij bij zich. Ja, één grote groep. Ja. Hij moet zich even laten zien. Bart Holwerf. Samen met Willem en Evert. Evert zijn broer dan. Noemen ze zichzelf de drie heipalen. En jongens werken ook alle drie in het bedrijf. Bob, de Vries. Ga door. Ik heb het hem gevraagd. Ik zeg Bob, er gaan veel twijfels. Wat doe je? Ik ga door. Waar komt dat nieuws vandaan dan? Dat hij zou stoppen? Nou ja, je weet hoe het gaat. Wordt gesproken over. Ja, je raakt in een bepaalde leeftijd en dan gaan mensen vanzelf dingen zeggen. Ja, maar hij is gewoon goed. Hij is toch gewoon goed? Ja, hij is hartstikke goed, man. Ja. Ik zeggen, ik denk dat elke ploeg hem in de ploeg zou willen hebben. Ja, of je moet een ploeg van jongens onder de 21 jaar willen, maar dan heb je niet zo'n berg ervaring. Nee, dan moet je alles zelf ontdekken. Vreugde heel actief, hoor. Het zijn allemaal rondjes 31 op dit moment. Dat is niet hard. Dat is niet hard. Reed die mij er net ook? Ja. Ja, vooral Chantal Hendricks reed hard. Ciao. Lekker. Zegt Juri met één grote glimlach op zijn gezicht. 59. Danny Stam weer. Danny lijkt me er doorheen. Nogmaals, ik zei het al aan het begin van het seizoen. Zat hij niet goed in zijn vel. Maar hij meldt zich steeds vaker voorin. Ja, maar kijk, misschien, kijk die wedstrijden die doen ook wat met je. Helemaal als je net begint. Dat is hoe meer wedstrijden je rijdt. Kijk, Bart Holwerf is de jongste en die laat zien dat het kan. Maar hoeveel jaar heb je eigenlijk nodig als je overstapt? Dat is gemiddeld zo 3 jaar, dat heb je nodig. Als je nieuw bent, dan ga je na 3 jaar, dan weet je wel of je het gaat redden of niet. Kijk, en met Holwerf, met die jongens gaat het natuurlijk net even eerder. Ja. Jouke Hogeveen. Met Bart Mol. Willem Holwerf. Luc ter Haar. Drie premies. Ja, de speaker hier kondigt aan dat we 3 premies hebben. En dat is gewoon de koffiepot sponsoren. Zoals Jane Raafstein bij de dames zei, van dan kunnen ze een keer vaker koffie drinken bij Holzer. Of een keer uit eten, als het heel goed gaat. Nou, met Marco van der Tuin en Timo van Kijk. Dan ben ik altijd benieuwd wie er dan na de sprint dan doorrijdt. Ja, en er viel iemand van Oa Quest. Nu op achterstand. Maar we gaan eerst kijken wie zometeen zijn portemonnee kan vullen, dan wel de koffiepot. Timo van Kijk. Ja, die gaat nog sprinten. Lachend, letterlijk. Kijk. Nou, hopen dat Vincent Riemers maar zijn foto gesteld. Timo doorrijden, van Kijk, Marco van der Tuin, Bob de Vries erachter. Het verschil is kleine 3 seconden. Ja, nou zit Marco van der Tuin in een ploeg die dit doet. Maar doen ze dat ook voor Marco van der Tuin? Dat ze de wedstrijd op slot gaan gooien, dan wel een aantal mensen naar achteren laten. Het verschil is wel heel klein. Het breekt wel. Ja. Maar daar zit wel weer Kerry Hekman bij. Ja, het mag echt geen naam hebben nog, hoor. Timo van Kijk. Marco van der Tuin, Robert Bos, Kerry Hekman, Casper de Gier, Daan Besterman, Bob de Vries, Willem Holwerf. En dan, die is de eerste 8 volgende op 2,5 seconden. Maar ja, die hoeft niet, want Kerry Hekman rijdt hier voorop. En ik kan me toch niet voorstellen dat Roy Boeven nu zegt, rijden, want we hebben alleen Kerry voorin. Ik zou het zien niet. Nou, allemaal verschillende ploegen. Ja, eens kijken wat ze bij een mooie ploegje gaan aangeven. Ja, één ploeg staat zowel aan te geven dat er doorgereden moet worden als dat er afgestopt moet worden. Nou, alles is alweer bij elkaar.
bestuurkoning. Hashtag zoals de... Dat wordt ook een handje van Joris Schadam. Maar nu gaan ze buitenom. Kevin Hoekstra met Bart Mol en Simon Bossen. De man uit Blaricum. Moet kiezen of hij nou in Utrecht gaat of in Amsterdam. Koosie. Dit is weer een groepje. Altijd de mannen van AB Vakwerk erbij. Zijn heel attent. Fashion and Jeans, moeilijk woord zeg. PGM Bakker. Viking Steeman. Christian Hoekstra. Hij was de man die ging treden met de AB-formatie. Nou, aanval, Jury. Maar het blijft dat het nog niet mag, hè? Er zit nog behoorlijk rek in. Er zit gewoon nog veel, te veel snelheid. Het zijn ook een gaatjes van 30 meter. Ja, en te veel snelheid in het peloton op dit moment. Het is best wel werkijs nu. Ja. En dat kan ik natuurlijk niet zien, maar dat heb ik van die meiden gehoord. Goed, dat brengt dan ook weer andere rijders naar voren. Wat moet je hier dan juist zijn? Een keiharde werker of een flyer? Sjoerd de Hertog is natuurlijk wel een flyer. Met Mats Stoltenborg daarachter. Met Frank Vreugdeel, Ronald Kruijer, Bart Holwerf. Ingmar Berga ook weer. Jordi Haring, Erik-Jan Kooijman. Ja, ook Jordi Haring's periode komt eraan. Hè? Ja. Nu lijkt het erop dat er even getwijfeld wordt. Ja, gaat Bouwstrek rijden. Ja, die kijken achterom en zien dan ook dat daar een gat is. Nou, het is één lang lint nu. Ja, lang lint. Ja, wat, we draaien rondjes van Mats Stoltenborg. 28.8, 28.5 Frank Vreugdeel. Dus er wordt wel serieus hard gereden nu. ...31-7 op dit moment. Ik vind dat toch niet echt langzaam voor dit ijs, Jury? Nee. Ariens. Met Haring. Rob Post daar weer achter. En het breekt. We hebben 3 groepen op dit moment. Verschillen komt minimaal. Allemaal weer bij elkaar. Nog 65 rondes. Er is in principe nu niet heel veel aan de hand. Nee, Hekman zat net ook helemaal achterin en die maakte zich volgens mij niet echt heel veel zorgen. Nee, met Zoete Hertog, Mark Brugging, Ariens, Waring, Vreugdeheel, ja. Het is een dusdanige afstand dat de computer bij ons zegt van, ik meet het niet eens. Ariens nu met Haring. Ja, die breekt wel. En Chris van Ariens kan dit, hè? Ronde na ronde. We hadden het net even over met Jouke Hoogveen aan aanvang van de wedstrijd in het interview. Het ONK in Hallem werd gewonnen door Crispa en Ariens. Jouke Hoogveen werd daar tweede. Mats Stoltenborg. Ja, met Robin Snoek. Die heb jij nog onder die hoede gehad, hè? Ja, dat is een jongen die heel langzaam steeds beter wordt. Hij is afgevallen. Nou klinkt dat gek voor een topsporter, maar hij is wel wat lichter geworden. Meer in de duur gezeten. En hij is gewoon supersterk dit jaar. Ja. Wat denk jij van die jongen? Kan hij nog echt veel groeien? Ja, hij komt heel langzaam.
Kijk, hij heeft natuurlijk ook een poosje niet zo heel goed gereden. Hè? Toen hij bij de snelle Jelle reed, toen was hij natuurlijk niet heel veel. En, hij is natuurlijk wel geblesseerd geweest ook. Ja. Hij rijdt nu bij Jan Bloijstein. Ja. Ook een jongen van de baan. In hun, Weer een maar op Natuurreis weet ik het niet echt nog. Nee, terwijl die jongens... hebben ze natuurlijk ook Stefan Wolfenbüttel nog. Ja. Die kan dat ook. Erik-Jan Kooijman. In zijn eentje. Ja, die heeft al twee wedstrijden gewonnen in zijn eentje. Dus daar moet op gereageerd worden. Dat weten de rest van... die kijkt een keer achterom en als hij het grootje groot genoeg vindt, dan rijdt hij door. Ja. Toch ook wat man op achterstand. Boven voor een valpartij buiten beeld. Voor meer is Willem Holwerf de wedstrijd verlaten. En dat is een belangrijke pion voor de sprintploeg. Het was natuurlijk ook weer zijn eerste wedstrijd na zijn schorsing. Maar dan nog. Dan nog. Opmerkelijk. Ja. Maar ja, het is wel zwaar, heb ik het idee. Want, ja, want er gaan er meer af. Niels Overvoorde, ook van die formatie, zegt ook tegen dat jullie... Maar gezichten zeggen ook vaak heel veel. Ja. En ik denk, als het gebeurt, dan... Hekman hier aan de leiding. Kerry, goed, jij kent Kerry natuurlijk ook al een lange tijd. Maar Kerry is ook een andere rijder geworden. Ja. Hij doet veel meer... Belangrijk werk voor de ploeg, maar ook in de wedstrijd zelf. Ja, tijdens de, ja, hij heeft zichzelf natuurlijk ook al een paar keer goed weggecijferd. Wat de Holwerf. Vierdaagse. Ja, hier Ronald Kruijber. Er wordt meteen op gereageerd. Bart de Vries. Het blijft rommelig, 56 rondes nog te gaan. En hier weer iemand van Bouw Select. Kijk, en dit is een gaatje. Dat ziet Hekman ook, want die probeert te jumpen. Maar ja, goed, er wordt zo getwijfeld voorin. Ja, met Haring, Ariens, Kruijber, Holwerf, Bart Holwerf. En dan was Evert Holwerf, Bart de Vries, Ronald Haasjes, Simon Bossen, Luc ter Haar, Ingmar Berga, Timo Verkuijk, Johan Knol. Maar voordat ik al die namen heb uitgesproken... Zit alles weer bij elkaar. Zit alles weer bij elkaar. Evert Holwerf. Oh, dat is lekker. Daar gaat Jouke. Buitenom. Die moet even... Dan hoop ik dat hij er is voordat het allemaal weer gaat draaien. Ja, dit zijn behoorlijk getelefoneerde, zoals dat zo mooi wordt genoemd, aanvallen. Hij komt aan en iedereen kan daar nog op reageren. En mocht u marathonschaatsen alleen via de livestream volgen, ga eens kijken bij uw baan. Dan hoort u ook wat er wordt geroepen in het peloton op het moment dat er zo'n aanval plaatsvindt. Jouke Hogeveen. Rijdt rondje 29-9. Shooter hier toch ook. Daan Besterman. 31-7 in de ronde. De snelste marathon van dit seizoen was in Enschede. Was het 30-06, de gemiddelde rondetijd. Dat is natuurlijk ook een hele goede ijsbaan. Ja. En een korte wedstrijd, maar er werd wel heel hard gereden. Jouke Hogeveen nog steeds voorin met Frank Vreugdeel. Dit is het Stam aan de binnenkant die u ziet in het blauw met de witte helm. Dat vertekent een beetje.
Daarom ga ik af en toe even staan, Henk. Hè? Ja. Ik denk even, want... En dan zult u vragen waarom dat. Nou, in verband met de weersomstandigheden zijn we op een positie geplaatst dat we net de helmpjes kunnen zien. Ja. Maar dat is fijn, want we staan, zitten niet in de regen. Hekman is het nu die weer zich voorin meldt. Jouke Hogeveen weer aan de buitenkant. Links ziet u hem nu. En dan, ja, dan zit hij zo aan de buitenkant. Nou, nu wordt er gereageerd. We mogen niet weg, hè. Marco van de Tuin, Maarten Brugink, Kerry Hekman. Maar die herken je van heel ver in het rood-wit-blauw. 88 Ariens. Ik heb nog geen één kopgroep gezien waarbij iedereen het gewoon het eens was. Nee. Ja, uitwaaien. Volgende. Overquest. En dit zijn wel van die momenten, hè? Ja, Overquest met Bouwselect. Stoltenborg en Hoekstra. Reactie Kooijman. Hekman. Ja, en dit zijn dan van die momenten. Want dan heb je natuurlijk een aantal... Dit blijft indrukwekkend, hè? Ja. Twee handjes op de rug. En dan... Ja, Jutsen, die vinden dat lekker. Ja, en dan met dat grote lichaam, dat grote sterke lichaam. Wat maar één kant op wil, dat is naar de buitenkant van de bocht. Dit is een serieuze ontsnapping. En dan zie ik, ja. Ja, is het Daan Besteman die ook probeert mee te gaan. En nu zijn ze wel met z'n vieren. We zijn er nog niet helemaal bij. Maar je hebt met Hoekstra, Stoltenborg, Kooijman en Hekman. En Mats Stoltenborg en Kerry Hekman zaten vorige week ook in de kopgroep. En Daan Besteman maakt de oversteek. Dit moet gewoon doorrijden. Ja, we gaan kijken wat de verschillen zijn. Ja, die worden groot hoor. In één ronde wordt dat echt wel al bijna 7 seconden. En is het Danny Stam die gaat rijden? Ja. En dan doet hij dat echt wel ja, even... Het goed is, valt het naast stil, want er zit allemaal controlerende jongens. Ja, behalve Ingmar Berg. Maar die gaat het niet vol doortrekken, dat geloof ik niet. Erik-Jan Kooijman rijdt een ronde 32. Hier is de oké fashion en jeanstrui. Ja, en Ingmar Berg rijdt een rondje 28. Dan denk ik dat ze niet durven te gokken op Erik-Jan Kooijman. Gaan ze dan voor een massasprint? Dat lijkt me toch ook sterk. Sowieso ben je dan heb je ook Hekman voor je. En in deze groep heb je, ja. Tenzij Kooijman zo'n dusdanige demarage plaatst dat Hekman niet mee kan. Ja. Dan is, lijkt mij dit een stuk kansrijker. Nogmaals, kopgroep. Mats Stoltenborg, Kerry Hekman, Kevin Hoekstra, Erik-Jan Kooijman, Daan Besteman. 5 verschillende ploegen. De peloton rijdt 2 seconden harder dan de kopgroep. Ja, dan is het snel gebeurd, hè. Pak je bijna 20 meter. Ja, en hier wordt ook hard gereden, hoor. Dit is ook niet even afstoppen. Ariens, die wil maar één ding. Die wil dichtrijden. Holwerf erachter, even het Holwerf. Nou, ik kan mijn potlood pakken en een streep door deze mannen zetten. Ja, dit was een kansrijke kopgroep, maar... Hoogtepunt van de wedstrijd tot nu toe. Ja, misschien wel het feit dat Hekman erbij zat. We kunnen het alleen maar weten als we het vragen. 44 rondes nog te gaan. Ik vind het nog te vroeg om te roepen dat we naar een massasprint gaan. Maar het wordt geroepen. Maar er kan nog van alles gebeuren. Want inderdaad, het ijs wordt steeds slechter. Dit is ijs voor mannen die willen werken. Met Janussen, Haring, Haasjes. Oh. Oh.
ook in ieder geval Danny Stam daarbij. Haring hier aan de leiding. En het breekt weer. En het breekt constant. Ja, we hadden natuurlijk net die... die valpartij. En het is niet omdat het allemaal zo makkelijk meeglijden is, hoor. Ja, dat is Haring. En ja, blijft leuk genoemd. Bartje blijft hier genoemd worden. Maar een man van een grote formaat. Van een grote man. Grote man. Bart Holwerf. Ja, hij is de jongste. Ja. Ja, en Danny Stam is daarachter aan het vechten om terug te komen. Kerry Hekman. Na 42 rondes nog te gaan. Stam en Post op de achterstand. Ja, ik denk dat het klaar is. Sjoerd en Hertog. Ja, we hebben het al zo over muziek, maar Sjoerd en Hertog houdt van rapmuziek. Kerry Hekman, alweer op kop van het peloton. Ik vind dat hij heel erg hard werkt, hoor. En buiten uw beeld is het Stam. En je zei dat hij schaatst als zijn vader, maar hij toont hier ook de karakter van zijn vader. Gewoon weer terugkomt. En dan denk ik dat Post het ook nog gaat redden als hij nu niet heel hard wordt gereden. Ja. Maar wordt wel Bart Mol. Ik vind het zelf heel hard gereden. Nou, was het Bart Mol. Jouke Hogeveen hier weer. Twee mannen, ook Chris Mats Stoltenborg aan de leiding. Breekt het weer. En kijk, als ze nou allemaal hun baard laten gestaan, dan wordt het nog steeds lastiger. Ik vind sowieso met die helmen, je moet echt goed naar die nummers kijken af en toe. Ja, het is een onderdeel. Sommige ploegen hebben het zelfs zo gedaan dat ze de helmen apart hebben verkocht aan de sponsoren. Maar ja, dat is mooi natuurlijk. Met Jouke. Dit is een hele serieuze. Ja, Jouke Hogeveen. Ja, nu is het Jouke Hogeveen serieus, hoor. Jouke Hogeveen, die... We krijgen gewoon... Ja, met Erik-Jan Kooijman. Kijken wat er gaat gebeuren hier in de wedstrijd. En het staat weer. Je zou zeggen, ze willen niet een massasprint, want ze proberen het elke keer. Maar hier is het Luc ter Haar nu. AB Online. Wees toch een massasprint.
Het komt niet weg, hè. Er waren wat formaties die zeiden, ja, niet te veel gekkigheid vandaag. Ja, ook deze wedstrijd winnen is gewoon een cup winnen. Waarom niet te veel gekkigheid dan? Sparen voor. In auto zitten. Ja, dat is het natuurlijk. Nee, er vliegen ook een hoop jongens, hè. Een hele leuke column over van Jouke Hoogeveen, dat hij met de bus mee moest, terwijl hij ook had kunnen vliegen. Skate Ferreira aan de leiding en Bart Holwerf, leider het klassement, gaat staan. Er zijn toch Johan Knol hier aan de leiding. 22. Rijdt het voor WBB Dakkapelle Greenwood. Mooi om te zien, hè, dat heel veel ploegen tegenwoordig meerdere sponsoren hebben. Ja. Tegenwoordig moeten we de blaadjes ook liggend uitprinten om alle sponsoren te namen. En dat is natuurlijk super belangrijk voor de sport. Er zat voorheen nog wel eens een limiet aan, volgens mij. Ja. Niet meer op het blaadje past. Is het weer Erik-Jan Kooijman met Mats Stoltenborg. Mannen die ook punten hadden verdiend. Ja. Ja, ik denk als je als ploegleider van Mats Stoltenborg bent en je zegt een keer bij de teambespreking, jij mag vanavond niet aanvallen, dat hij zijn spullen pakt en naar huis gaat. Dan denk ik dat hij zijn schaatsen aan doet en gaat demereren. Ja, dat zou ook nog kunnen. Het zijn allemaal mannen die van de sport houden. Mark Brugink. Ja. 29 rondes nog. Mark van der Tuin, Christian Hoekstra, Sjoerd en Hettel. Het zijn elke keer dezelfde namen die voorin zitten. Dat wisselt een beetje, maar... Nou, we hebben even kijken. Is het Niels? Dat is Hoekstra. Christian Hoekstra. Vorig jaar nog rijden bij de AB vlakwerkformatie. Opgepikt door Mario Donker. Er zitten sowieso niet heel veel originele leden meer in AB vlakwerk. Nee. En Gary Hekman, hoor. Ja, de ploeg die begon als een soort vangnet met Richard van Kempen. En, je hebt het ook nog voor gereden. Wat voor? AB? Nee, ik was ploegleider van AB. Oh, je ploegleider zelfs, kijk. Toen ze begonnen. Ja, dan is er alweer veel veranderd. Je ziet al wel, met 27 rondjes nog te gaan, dat de ploegen een beetje gaan formeren. Ze gaan een beetje bij elkaar rijden. Het wordt een beetje van... Zijn wij vriendjes? Rijden we in dezelfde kleuren? Het is wel heel vroeg voor dat soort 27 ronden voor het eind. Nog een kleine 13 minuten koers. Ziet ook Arius. Die denkt van, jullie kunnen wel wat. Ja, met van mooi. We gaan straks formeren. Ja, absoluut. Ik bedoel, hij kan sprinten. Maar als je daar nog zo laat in de wedstrijd nog demereert, dan heb je geen zin in een massasprint. Nee, ik denk ook niet dat hij er echt heel van... Hij kan goed sprinten, maar niet in een massasprint. Als zijnde in een echte massasprint. Ja, maar nu zijn er meer. Nu zijn er meer jongens die denken van ja, dit gaan we dus nog niet doen. Het peloton wat er van over is in een lintformatie. Peloton gaat staan. En die geloven het wel eventjes, lijkt het dan. Ja, dat vinden de mannen van Skate Ferreira niet. En dat is mooi, want die trekken dan... Maar dat soort jongens moeten toch geen gaten in liggen? Nee, maar nu trekken ze dus Evert en Bart Holder even mee. Die kijken hoe ze erachter zitten. Nou, bedankt. Die zitten gewoon het werk van maandagochtend alweer te bespreken. Waar ze gaan haaien. Oh. Maar ja, als je er niet bij zit... Er is een breukje. 17 rijders aan de leiding. En nog 24 rondes te gaan. Kasper de Gier, Mats Stoltenborg. Ja, alles komt weer bij elkaar.
Ja, dit was een actie die ik snap vanuit Skate for Air op zich. Maar ze zaten er niet bij. Ja, maar het helpt af en toe even als je van die arm moet doorkijken. Ik heb hem al eens eerder vergeleken met een Franse rugby speler. Met zo'n baard. Het boezemde gewoon al angst in als je er naar keek. Zo'n viking was dat. Een viking. Ja. Nou, als er één viking in het peloton is, is ja, dat Kerry Hekman. Ja. Zal die het daar ook niet een beetje om doen? Ja, 22 rondes. Het wordt nog wel aangevallen, maar het is meer tempo hoog houden nu. Hè? Even naar huis brengen, die wedstrijd. Timo Verkijk. Ja, met even het rolwerf. Marcel van Hamrol op Kruijer. Post. Jouke Hogeveen erachter. En de bijnaam van Jouke, de ooievaar, vond ook wel leuk. Dat hij zo met zijn benen ja, uitstrekte. Nee, aalscholven was dat. Aalscholven? Ja, aalscholven. Ah, ja. Die heeft Frans de Ron verzorgd. Aalscholver. Ja, ik weet niet of iemand de film De Reddertjes, dat je nog die aalscholver. En dat was, oké. Okay. Als hij daar gaat opstijgen, dan is het precies jouw kant. Ja, hè. Hij rijdt er wel heel hard mee. En valt altijd aan. Mats Stoltenborg. Die denkt ook, dit gaan we niet doen. Vorige week weer een krap gesprint. Krijgt Erik Jan Kooi maar mee. 20 rondes nog te gaan. Stoltenborg, Kooiman, Holwerf, Kruijer. Post. Dat is toch mooi, hè? Die post dat hij erbij komt en nu gewoon weer voorin rijdt. En we waren even bang dat we hem kwijt waren. Ik heb ook niet gezien dat er nou precies in de hand is. Valt niet uit. Erik Jan Kooiman aan de leiding. Ah, dit breekt weer. Hekman er weer bij. Ja, die jumpt hem er weer naartoe. Maar... Hij is er nooit zo goed geweest, toch? Nee, Erik-Jan Kooijman, Mats Stoltenborg, Evert Holwerf, Ronald Kruijer, Robert Post, Simon Borsen, Jouke Hoogveen, Jeroen Janissen. Vlak daarachter is het dan Hekman en Ariens. En dan lijkt me toch dat dit toch wel een keer door mag rijden. Ook van OK Fashion niet, maar Bob de Vries zit er niet bij. Geweldig rijden, Bob de Vries. Ik denk alleen dat voor hem het jammer is dat zijn ploeg... Ja, niet gefocust is op de markt. Nee. Ja, dat vind ik ook, want ik mis Trudinga ook gewoon heel erg. En je hebt ploeg nooit compleet. Nee, en Jorrit Bergsma mis je ook wel een klein beetje, zeg. Het is wel een gat, hè? Ja. Zo in de finale. Ja. Maar en die dit gaat draaien, die gaat niet winnen. Bart Holwerf zelf. Bart Holwerf wil jumpen. Ja, die heeft Hekman voorin zitten. Misschien hoort hij dat niet. Ja. Jurie Haring heeft Bob de Vries voorin zitten. Sjoerd en Hertog heeft onder meer Ariens voorin zitten. Dan Besteman. Paul of Amsterdam, Christian Hoekstra. Ja, er willen wel mensen jumpen en die mogen ook één voor één gaan. Ze laten maar hoe langer ze twijfelen, hoe moeilijker het wordt. Maar dit is een behoorlijke groep, hoor. Wel doorgereden. Dit is een groep met kanshebbers. En dan kunnen we wel denken van ja, dat is leuk, want Hekman zit erbij. Maar in zo'n finale, dan gaat het over 5 rondes eigenlijk waarbij die kopgroep kan rijden. Als ze een ronde pakken. Als ze een ronde pakken. Als ze nu vooruit blijven, dan blijft het gewoon hetzelfde. Ja. Hier is een volgende groep die gaat proberen. Ja, en hierachter geloven ze het wel, hoor. Oude Quest rijdt echt niet door nu. En Bart Holwerf, die zit achter Luc Kramer, die mag niet rijden. Dat is van een andere ploeg. Die kan natuurlijk altijd zeggen dat hij voor zichzelf rijdt. Knol hier die probeert. Zo goed dat dit gebeurt. Ja, is mooi. Ja. Nogmaals, Ariens, Borsen, Post, Evert Holwerf, Ronald Kruijer, Erik-Jan Kooijman, Bob de Vries, Bart de Vries. Die zitten er ook allemaal bij. Ja, en Vreugdeel natuurlijk, Jeroen Janissen, Ariens, Zijkamp, Borsen, Post, Kruijer, Robert van Dalen. Kerry Hekman, Evert Holwerf, Jouke Hogeveen. In totaal zijn er op dit moment... Ja, de grootste groep. 19. Daarachter is het Ruud Dijkstra die rijdt. Die rijdt zijn laatste wedstrijd van dit seizoen. Die gaat de wieltjes op. Dus die gaat alweer trainen voor het skielerseizoen.
En daar scheen vandaag een verhaal op schaatsen.nl dat er mogelijk weer 10 marathons georganiseerd zouden worden. Op skates. En dat is weer de groei en dat is mooi. Ik zie aan zijn arm dat Ingmar is. Ja, Ingmar Berga. Ja. Ja, die weet wat winnen is op deze baan. Dat, ik, Juri, jij herkent dat. Je hebt op meerdere banen gewonnen. Geeft dat dan, als je daar terugkomt op zo'n baan, dan toch wel een speciaal gevoel dat je denkt, ik kan hier winnen? Nee. Helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Tenminste, het is te hopen van niet. Dat is trouwens Ariens. Dus Pijn Ariens, Kevin Hoekstra, Frank Vreugdeheel. Dan het... kopgroep uit een kopgroep. Ja, met nog 13 rondes te gaan. En dan breekt het toch hard, hoor. Ariens, Hoekstra, Vreugdeheel, Hekman, Holwerf, Bob de Vries, Bart de Vries. Oei, oei, oei. Want nu... Mats. Ja, je moet nu wel. Ja, en Mats kijkt om. Ja, maar natuurlijk gaat hij niet rijden, want hij heeft Ariens voorin. Dan is het jouw Hogeveen. Ja, want als je nu laat vallen, dan zit je terug in het peloton. Het is een raar moment, op dit moment. Ik kan echt niet werken, ik alle kanten op. Hè? Ja. Maar de kopgroep blijft weg. Hierachter zijn de mannen die erachter jagen. We hebben de kopgroep die nu langzamerhand naar de lijn gaat. En dat, met de Sjoerd en de Hertog. Frank Vreugdeheel, Kevin Hoekstra, Chris Pijn, Ariens, Kerry Hekman, Bob de Vries, Bart de Vries, Evert Holwerf. Nou, dit is heel bijzonder. Ja. Dat Roy Boeven heeft Bart Holwerf naar achteren gestuurd. Om te gaan rijden. Dit is bijzonder. Dit is toch opmerkelijk? Dit is heel opmerkelijk. De leider in het klassement wordt teruggestuurd om te gaan rijden. Ja, nog 10 ronden te gaan. En dan begint... En die heeft Frank Vreugdeheel nu achter zich aan. En de rest ook. Ja, die jongen kan zo hard rijden. Die doet ze nu even pijn, hoor. 9 rondes nog te gaan. Bart Holwerf hier aan de leiding. Maar die doet... niet meer mee, want die heeft zich terug laten zakken. Verschil met de achtervolgers is een kleine 5 seconden. Kopgroep, Frank Vreugdeheel, Chris Pijn Ariens, Kevin Hoekstra, Kerry Hekman, Bob de Vries, Bart de Vries, Evert Holwerf. En dat is een hele luxe locomotief, hebben ze... Hoeveel punten voorstel had ik? Ah, bijna 50, op Sjoerd en Hertog. Ja, daar hoeft hij niet over na te denken. Met nog 3 wedstrijden te gaan. Is dit wel heel mooi. En die tank. Ja, dat is natuurlijk ook wel lekker als je een foutje kan pennen. Ja. Het verschil is 7 seconden. Dat is jouw Hogeveen, die moet u alles geven, hoor. Die kijkt naar de kant, die kijkt naar Betje van der Veen. Vraag hem af. De kopgroep rijdt op dit moment 30-5. En de achtervolgers rijden 30-4. Ja, nee, dat schiet niet. 6,5 seconden. En er is 6 rondes nog te gaan met Frank Vreugdeheel, Chris Pijn, Ariens. En Kevin Hoekstra, Kerry Hekman, Evert Holwerf, Bob de Vries, Bart de Vries. Dit zijn allemaal achtervolgers. Wat gebeurt er in de kopgroep? Daar, kijk. Bart is eraf, Luc ter Haar is eraf. Ja, nu wordt het slagveld, hè? Nu moeten de mannen allemaal. Dit zijn achterblijvers en dat zijn de koplopers. Dit zijn de koplopers en daarachter zit nog een groep. En dan gaat het er zo meteen om wat de jury beslist. Wat de jury beslissen gaat, wat er gaat gebeuren nu. De jury gaat zo meteen beslissen. Kijk, deze man, die mannen zijn nu ingehaald. Wat gaan ze doen? Ja, ze gaan voor die 5 punten. Met Ariens, Hoekstra, Hekman, Holwerf, Bob de Vries, Bart de Vries. Daarachter Mats Stoltenborg, Robert Post en Ruud Dijkstra. Maar die zitten op bijna 9 seconden. Ze gaan staan. Ze gaan staan. Ze gaan staan.
Ik denk dat Bart Holwerf nu helemaal gek wordt. Die offert zijn eigen kans op. En dan gaan de mannen hier staan. Oké, ze rijden weer. Ja, erachter komen nog een paar mannen. Kevin Hoekstra, denk ik, blijft gewoon door. Ik heb nog maar 4 rondjes te gaan. Hupplakee. Is het Evert Holwerf die moet dicht gaan rijden? Ja, dat is... Doorrijden, kom op. Daarachter wordt gejaagd, hè. Ze kunnen niet anders. Daarachter zitten die 4 man. Die zitten op kleine 4 seconden. Daarachter zit een groep met Johan Knol en dergelijke. Ja, het zijn grote verschillen inmiddels. Hier is Hekman. Die moet nu reageren. Want het is Bart de Vries die er vandoor gaat. Kevin Hoekstra kan even niet meer. Die was net zelf in de aanval. En Kerry Hekman die zei, ik wil niet elke week zo'n gekke wedstrijd als vorige week. Maar hij moet gewoon weer, hè. Mooi, hè. Geweldig. Ja. Maar je mag nu niet meer helpen. Je mag niet meer helpen. Dus Frank Vreugdeel gaat er ook af. En die mag het niet meer helpen. Kevin Hoekstra weer. Ja, die moet, kan ook niet anders natuurlijk. Ik denk niet dat hij durft te sprinten tegen Kerry Hekman. Wat een bizarre wedstrijd. Maar we hebben een kopgroep. En daar komt de leider, of tenminste de winnaar uit zoals het nu ziet. Kevin Hoekstra, Kerry Hekman, Bart de Vries, Bob de Vries, Crispijn Arins, Evert Holwerf. Maar... is het hier? Is het... zometeen de bel. Hier hangen nog wagonnetjes aan. Maar is het Kerry Hekman aan de leiding. Daar komt Evert Holwerf buitenom. Evert Holwerf die krijgt de reactie erachter van Bart de Vries. Maar Kerry Hekman, daar zien we het. Is het Evert Holwerf. Evert Holwerf aan de leiding. Ja, en dat zou mooi zijn voor die jongen. Veel werk gedaan voor die formatie. Is het Bart de Vries daarachter. Maar Evert Holwerf die worden natuurlijk een hele goede sprinter, hè. En dan is het Evert Holwerf die hier zijn eerste overwinning van het seizoen gaat halen. Is het Bart de Vries van Kerry Hekman er nog naast. Evert Holwerf. Kerry Hekman, leuk. Bart de Vries. Dan zat het vuurwerk in de laatste 30 rondes, Jury. Ja. En, dit ziet Kerry ook, vind ik, hoor. Dat vind ik heel goed gedaan. Ja, hij is een coach, hij is een mentor geworden in het team. En hij weet gewoon, hij zit goed, mocht er wat gebeuren. Hij ziet best nog wel wat zitten. Evert Holwerf. Kerry Hekman. Ja, nu is het... Nu liep het goed af. Ja, geweldig. Ja, eerste overwinning voor Evert Holwerf dit seizoen. Een moeilijke start. Deed veel voor de ploeg. Ik wilde bijna zeggen vereniging, maar ja, met 3 familieleden. Een heel bijzonder team zo. Hier staat de uitslag. Evert Holwerf wint hier in Amsterdam voor Kerry Hekman en Bart de Vries. Bob de Vries vieren. Arians, Post, Dijkstra, Hoekstra, Stoltenborg en Daan Westerman. We zijn hier toch nog hard bijgekomen. Maar goed. Ook Bob de Vries moet even worden geholpen met zijn broek. En dan is er weer feest bij AB Vakwerk. Mogen we dit dominantie noemen? Op dit moment wel. Maar dat komt natuurlijk ook mee door de aanwezigheid van de halve eeuw. Ja, maar dat die missen we. Ja, maar wie er... Nee. Precies. Ja, dus dan is dit natuurlijk dominantie. Puntjes. Evert Holwerf, als het goed is, rijdt hij nu richting onze camera en microfoon. Felicitaties van Lammert. Ja. Een hele oude, trouwe gediende die hard voor schaatsen. Ja, en dat zeg je precies goed. De lamp brandt, de camera draait, dus Evert Holwerf gaat zich melden. Mooie overwinning. En denk ik net zo blij Kerry Hekman.
weet dat dit heel belangrijk is voor Evert Hulwerk. We gaan naar hem luisteren. Evert, gefeliciteerd. Dat was een luide kreet. Ja, er zat ook wel wat achter. Een hele zomer van moeilijkheden, zeg maar. Wat waar het niet lekker liep. En dat is er nu uit. En dat is wel lekker. Wat voor moeilijkheden waren dat? Nou, je moet het lichamelijk moet je goed in orde zijn. Maar als het in je kop niet goed zit, dan, dan kom je nergens. En dan ben ik van de zomer keihard achtergekomen. En gelukkig kan ik nog steeds winnen. Ben ik nog niet verleerd. Je bent vaak de knecht geweest hier in de koersen. Deze leek je misschien ook een beetje aan te trekken? Nou ja, weet je wat? Op een gegeven moment kwamen wij nog maar met z'n vieren te zitten. En Bart die had ook al aardig veel dichtgereden. Dus die was ook niet helemaal lekker meer. Ja, dan moet je gewoon kijken dat je goed aan het eind komt. Want zo'n wedstrijd viel niet te controleren. En gelukkig zaten we daar met 3 man. En Gary zei ook, dit is voor jou. Want toen dacht ik echt van ja... Ik ben net ook al een paar keer geweest. Ik heb het ook niet echt meer. Maar gelukkig kan een sprinter altijd sprinten. Ja, want het brak op een gegeven moment ook. Ja, het ontploft helemaal. Dat zag je ook wel een beetje aankomen. Want iedereen ging zo dwaas erin. En wij proberen wel wat te controleren, maar dat lukt helemaal niet. Mooie opsteken voor de wijze. Ja, zeker. Deze is nog wel even lekker dat je die zo mee kan pikken. En dan rijd je toch net even lekkerder die 10 uur in de auto dan als je hier net tweede wordt. Dankjewel. Evert Hulwerf weet de wedstrijd hier te winnen in Amsterdam en is daar ongelooflijk blij mee. Jaap Edebaan, ijsbaan 11e KPN Cup, werd gewonnen door Evert Hulwerf. Blij is hij, hij gaat 10 uur in de auto zitten en dat betekent dat u volgende week via de site van de Wijzerzee op natuurlijk de webcams kunt volgen en bij de NOS alles wat daar gebeurt. Jury. Ik vind 10 uur naar de Wijzerzee wel heel snel. Hoor. Ja, maar dan nemen ze waarschijnlijk wel pauze. Ik hoop het. Ja, nee, helemaal goed. Dames en heren, nogmaals, Jury, dankjewel. Ja, graag. En tot de volgende keer. Dames en heren, u dank wel voor het kijken. Tot de volgende keer en misschien wel vanaf de Wijzerzee. Fijne avond.